12 jaar de beursvloer in Nieuwegein. De beursvloer, u kent het natuurlijk ongetwijfeld. Handelen om niet. En dat is vraag en aanbod natuurlijk van diverse organisaties hier in Nieuwegein. Karin Beenen, degene die 12 jaar of 11 jaar lang hier de kar heeft getrokken. En daar zeggen we natuurlijk dankjewel voor. Heel goed gedaan, Karin. Ze is helaas niet aanwezig, want ze is ziek. Karin weg en er komt een andere dame voor in de plaats. Paula van Elst. En daar gaan we nu even mee praten. Paula. Goedemiddag, Frans. Dag. Jij mag voor de 12e keer de beursvloer gaan leiden. Klopt. Helemaal geweldig. Weer een fysieke beursvloer. Wat willen we nog meer? Ja. Ben je erin gerold? Ik ken een aantal mensen uit het bestuur van Samen voor Nieuwegein. Ja. En na het vertrek van Karin, wat je al noemde, was er eigenlijk een gat ontstaan. Van nou oké, dan zocht dus een soort duizendpootje met contact in Nieuwegein. En ik ben niet geboren in Nieuwegein, maar wel getogen in Nieuwegein. Ik ken de Dorothee. Ik ken heel veel bedrijven, organisaties, instellingen. Ik kan wat schrijven, ik kan wat regelen. Ja, en zo is het gekomen eigenlijk. De duizendpoot dus. De duizendpoot, precies. Ja. Spannend voor de eerste keer? Nou, ik heb vannacht best goed geslapen. Dus ik denk dat ik alles onder controle heb. Maar het gaat nu beginnen. Dus, gaat nu beginnen. Ja, het gaat goed komen. Wel spannend, maar dat is altijd goed. Ach, je hebt vaste medewerkers en die helpen je er echt doorheen. Dat spannend, dus ben ik van overtuigd. Ja, ik ook. Dus daar maak ik me helemaal geen zorgen om. Nee, helemaal leuk. Nog wat speciaals? Wat nog speciaals? Nou, ik denk dat het goed is dat er weer een fysieke is. Hè? We hebben een digitale gehad, we hebben een afgelaste gehad. Dus weer voor het echt gaan. Ik zou persoonlijk willen dat nog veel meer bedrijven komen eigenlijk. Hè? Maatschappelijke organisaties, die hebben allemaal behoefte aan hulp. Ik zie ook dat bedrijven zeggen, ja, ik kan niet komen, want ik heb personeelstekorten, ik heb zieken. Nou, dat zie ik ook allemaal gebeuren. Maar ik denk dat er gewoon hele leuke deals te sluiten zijn nu. Dat denk ik zeker. Wat verwacht je? Een overtreffing van of gewoon normaal? Normaal ben ik al tevreden. Het overtreffen is geweldig, maar normaal zijn we al tevreden. Ja. Ik wens je erg veel succes vandaag. Ik dank je wel. Dank je. Paula. Een hele goede middag. Van harte welkom op onze prachtige locatie van het Horeca en Toerisme College van de ROC Midden-Nederland. Mijn naam is Suzanne Staal, ik ben directeur van dit prachtige college. Wij doen de middag, dames en heren, naar een afgelaste versie van de beursvloer, naar een digitale versie van de beursvloer, hebben we gelukkig weer een live versie en daar zijn we eigenlijk heel blij mee. Mijn naam is Paula van Elst, dit is Dorothee van Doren van Samen voor Nieuwegein. Eigenlijk zou hier Karin Beenen het woord voeren en dat hadden we ook wel heel leuk gevonden, maar Karin is ziek, dus nou moeten wij het samen. Ik heb dat een beetje herinnering aan. Ik ben heel trots om de school wel te laten om daarmee de beursvloer te openen. En ik zal proberen te herhalen zoals ik dat toen deed. En dan nog wat langer. Heb jij ons al op de foto? Ja. Oh, jij bent de camera. Video.